Welkom in het Estadio Azteca, waar we in afwachting zijn van het begin van deze interessante wedstrijd. Het commentaar wordt vandaag verzorgd door collega Jeroen Guter en ondergetekende Sierte Vos. En we gaan kijken naar een wedstrijd in de Liga MX. Kortom, een wedstrijd die je niet mag missen. Ja, dankjewel Sierte. Ja, het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Bij de ploegen hier hebben we meer dan genoeg aanvallend vermogen in de geleden. Wat verwacht jij vandaag van deze twee spelers? Nou, die twee die staan dus garant voor spektakel. Allebei fantastische spelers. Alle reden om ze extra goed in de gaten te houden. Als we nou eens naar het thuisboek kijken, wat valt jou dan op? We kijken naar een team waarvan verwacht wordt dat het de play-offs gaat doen. Ze hebben al gewonnen en gelijk gespeeld en dit is het derde duel. Niet iedereen is even enthousiast over het spel van deze ploeg hier. Ze staat te boek als een, ja, verdedigend ingesteld team, toch? Zie je, dat mag je gerust herstellen. Ze blijven graag met veel spelers achter de bal. Kijken een beetje de kat uit de boom. Terwijl ze de tegenstanders laten komen. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Slordig met het balbezit. En nu wordt het oppassen. Nou, Alvarez. De speler staat in de baan van het schot. Het scheelt een stuk. Heel wat, dit schot ruim naast. Gonzalez. Zou wel eens wat kunnen worden. Knallen maar! En de keeper kan dat schot van afstand makkelijk keren. Kunnen ze profiteren van deze paas? Kan hij hier voor gevaar zorgen? Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij zet hem in het midden voor. Hoeft zich niet ver te strekken om die kopbal te weren. Dit is een vrij zwakke inzet. Wat een makkelijke redding. Gonzalez. De vlag ging omhoog. Is het een feestdag? Nee, nee. Het is blijkbaar randje buitenspel. Jammer van die mooie kans. Ja, randje buitenspel dan. Hij had een reële kans toch om te scoren. Suarez. Sanchez. Knappe, verdedigende actie. En weer een balbezit. En er overheen in de loop. Wat gaat hij hiermee doen? Effectieve tackle van de doelman. Dit kan maar eens een kans opleveren. Gonzalez! Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Vanaf de zijlijn probeert de trainer zijn boodschap over te brengen op zijn spelers. Maar dan waren ze heel dicht bij de voorsprong. Valdés. Ze geven de bal weg. Gaat dit wat worden? Maakt een mooie onderschepping bij die paas. G.
Giovanni dos Santos. Die doelman moet opletten. Het ziet er veelbelovend uit. Redding van de doelman. Schop wordt voorgegeven en de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. En nu wordt het oppassen. Nou, wat kan hij hiermee? Hij zit er goed tussen bij die pas. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. De bal gaat over de vleugel. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Fuentes, Gonzalez. Een medespeler helpt hem. Zou wel eens wat kunnen worden. Fuentes. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Gonzalez. Die tackle zet hem van de bal af. Suarez. Moet ze profiteren van deze pass. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hoekschop in het centrum geplaatst. Een poging die bal weg te werken mislukt. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Wat gaat hij hiermee doen? De vlag ging omhoog. Is het een feestdag? Nee, nee. Het is blijkbaar randje buitenspel. Jammer van die mooie kans. Nou, het is dan maar een heel klein stukje buitenspel, hoor. Zonde van die kans. Dallas. Dit kan maar eens een kans opleveren. Ze kunnen hier voorkomen. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. En daar is de openingsgoal van deze wedstrijd. Wat een opgeluchte gezicht, dan moet je kijken. Ja, lekker hoor, als je de eerste maakt. En fijn hè, dat de brilstand van het bord is verdwenen. Ja, zo'n kans gaat er natuurlijk altijd in. De doelman valt in dit geval helemaal niets te verwijten. Als een speler het voor elkaar krijgt om daar zo'n positie de bal te krijgen, ja, dan is het eigenlijk altijd een goal. De score is geopend. Het is 1-0. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Dat moet de gelijkmaker zijn. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Giovanni dos Santos. Wat een mooie basis. Ze komen allemaal aan. Goed gebruik gemaakt van het balbezit. Wat een mooi doelpunt.
Oh, dat doelpunt gaat niet door. Precies, ziet, want de vlag is omhoog. Dit doelpunt wordt dus afgekeurd. Is dat wel zo? Nou, eens even in herhaling kijken of we het duidelijker zien. Ja, het is wel vaak lastig te bepalen, maar deze beslissing lijkt me terecht. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Aguilar. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Voorzet naar de spelers in het centrum. Oh, die gaat er niet in. Jongen, wat doe je nou? Jongen, jongen, wat een kans zeg. Hij had gelijk kunnen, wat zeg ik? Hij had gelijk moeten maken. Nee, deze trainer is niet blij. Dat blijkt wel uit zijn lichaamstaal daar bij de zijlijn. Dat had de gelijkmaker moeten zijn. Aguilar, Sanchez, Suarez. Het andere team weer aan de bal. Hij speelt hem naar de flank. Het ziet er veelbelovend uit. Redding, bal nog binnen de lijn. Te zat voor de voorzet. En nu wordt het oppassen. Die bal is hij kwijt. Er ligt een counter op de loer. Giovanni dos Santos. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Zo, wat een mooie. Die lijkt er toch in te zitten. Ja, maar buitenspel. Dat is ook het oordeel van de assistent scheidsrechter. Dit doelpunt gaat dus niet door. Nou, dat wil ik nog wel eens zien hoor, of het inderdaad buitenspel was. Ja, het lijkt me wel. Al scheelde het bitter weinig. Sanchez. Suarez. Giovanni dos Santos. Hartschot, maar geweldig mis. Is dit voor onkunde helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans. Sanchez. En hij komt eruit met de bal. De bal blijft binnen naar die redding. Gonzalez. Wat gaat hij hiermee doen? Alvarez. Die bal 100 van die ballen, denkt de doelman. Aguilar. Suarez. We gaan zo de blessuretijd in. En die gaat 4 minuten duren. Alvarez. Zou wel eens wat kunnen worden. De speler werkt de bal naar voren. Suarez. Giovanni dos Santos. Een kans op een counter. Steeds meer naar voren. Schiet! En dat schot wordt gekeerd. De doelman dacht waarschijnlijk, het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. Hun schop wordt voorgegeven. Op de richting een ploeggenoot. En die bal is voorlopig weg. We gaan rusten bij de stand van 1-0. Ik vind dat hij goed heeft gespeeld in de eerste helft. Ik ga ervan uit dat hij blij is met die goal waarmee zijn ploeg de voorsprong te pakken heeft. En nu op jacht naar de volgende. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft.
blijft aan de bal. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekker te voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Alvarez. En nu snel schakelen voor de counter. Te snel vertrokken en nu is het buitenspel. Alvarez. Ah, dat is toch genieten van zijn basis vandaag. Eens kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Oh, harde overtreding zeg. En de scheidsrechter geeft geel. Goeie beslissing hoor, als je zo naar die sliding kijkt. Het verbaast me helemaal niet dat de scheidsrechter deze sliding bestraft. Hartstikke gevaarlijk. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pakt de bal. Fuentes. Sanchez. Gaat dit wat worden? Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Kunnen ze dit snel uitspelen? Het ziet er veelbelovend uit. Is alweer even aan de bal. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Suarez. De scheidsrechter fluit en wat gaat hij nu doen? Gele kaart! Ja, dat kun je verwachten. Uiteraard fluit de scheidsrechter voor deze sliding. We zien hier hoe fors die sliding is. Logisch dat de scheidsrechter fluit. Sanchez. Gonzalez. Nou, wat kan hij hiermee? Giovanni dos Santos. Een uitstekend doelpunt. Lekker om zo'n volley goed te raken. Ja, en ook die voorzet was uitstekend. Mooie aanval. Technisch perfect. Nogmaals. Gevaarlijke aanval. En dan wordt de doelkans verzilverd. Mooie voorzet van een aardige afstand, moet je kijken zeg. Ja, zie je, deze speler staat erom bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. En ja, goed afgemaakt ook die bal. Bal voorgezet en daarna uitstekend uitgehaald. Ja, laten we niet vergeten dat een goede voorzet het halve werk is. Maar je moet het natuurlijk nog wel even doen, die afronding. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Giovanni dos Santos. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Daar schiet hij op doel. Nee, zonde. Hij raakt hem iets te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand.
andere team weer aan de bal. Kunnen ze profiteren van deze pass? En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommen lijkt het wel. Die gaat er mooi in, zeg. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. De aanval verliep goed en uiteindelijk belandt de bal in het net. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. Ja, prachtig op maat gegeven en daardoor leidt het tot een doelpunt. En die bal wordt lekker op de pantoffel genomen, zien we hier nogmaals. Ja, zie het, maar vergeet de assist niet, hè. Daar was helemaal niets mis mee. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Alvarez. Nog steeds aan de bal hier. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Goede kans! In zijn handen. Bal aangeraakt, inworp. Gonzalez. En ze komen weer aan de bal. Daar komt hij dichterbij. Gaat deze aanval wat opleveren? Gonzalez. Giovanni dos Santos. Nog steeds op weg naar het doel. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. En nu wordt het oppassen. Een inworp. Nee, deze paas komt niet aan. Een inworp tegen. Suarez. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Zou wel eens wat kunnen worden. Blijft aan de bal. Een grote kans hoor. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Gonzalez. Gaat dit wat worden? Hij anticipeert goed en onderschept die paas. De scheidsrechter geeft een vrije trap. De coach lijkt te gaan wisselen. Nou, wat kan hij hiermee? Wat een gekkenhuis. Deze doelman is nu wel heel ver van zijn domein. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Alvarez. Gonzalez. Dit kan maar eens een kans opleveren. Die doelman moet opletten. Ja, scheids, wat ga je hier aan doen?
Een strafschop. Maar krijgt die speler dan geen geel of rood? Zo te zien spaart de scheidsrechter. Nou, dan mag je hem dan wel dankbaar voor zijn. Deze speler van Elf beter. Goed gedaan hoor, keepertje. Resoluut gereageerd. En zo houdt hij die straf op tegen. Chapeau. We kijken in de herhaling naar die schitterend gestopte strafschop door de keeper. U ziet hier nogmaals hoe de keeper heel kalm blijft en de strafschop keert. En hier nogmaals. Die keeper pakt de bal goed hoor. Uitstekend gereageerd. De bal komt voor het doel. Haha, net overgekomen. Dat gaat er ook goed bij. De volgende keer die bal naar beneden koppen, dan is het een goal. Giovanni dos Santos. Weet die paas onder schep. Goed opgelet. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. De verdediger houdt die bal tegen. Giovanni dos Santos. En start die brommer maar. Ruimte hier voor een voorzet. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Alle ruimte op de flank. De verdediging zit ertussen en werkt weg. Niet verrassend, hij geeft de vrije trap. De fans hebben wel vertrouwen in een goede afloop hier. Ze hebben Warempel hun overwinningslied alvast ingezet. Nou, geeft is ongelijk. Hun ploeg speelt voortreffelijk. En het moet raar lopen, willen ze hier niet winnen. En nu wordt het oppassen. Bal over de achterlijn, een doeltrap. Wat gaat hij hiermee doen? Nee, hard geschoten. Veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. De buit is nog niet helemaal binnen. Ze moeten nog 5 minuten volhouden in de blessuretijd. Ja, van het publiek mag het ook wel afgelopen zijn. Ze hebben de overwinning bijna binnen en willen dat de scheidsrechter afluit. Richting het midden voorgegeven. Dat was niet wat hij bedoelde met die voorzet. Hij zit er goed tussen bij die paas. Felle druk door de tegenstander. Gonzalez. Hij gaat schieten. Want zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. Tegenstand. Nee, die komt er niet bij. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Dit kan wel eens een kans opleveren. Nou, wat kan hij hiermee? Een fantastisch doek. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal.
dit doelpunt in de blessuretijd is alleen om de uitslag nog iets mooier te maken, zal het eigenlijk toch al gelopen. Nou, als het toch duidelijk was, dan is dat nu wel. De winst is binnen. Ja, Kat en Bakkie, ze hebben hun tegenstanders op alle vlakken afgetroefd. Alle vlakken. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Er wordt gefloten, de wedstrijd zit erop. Deze rivalen zijn vaak aan elkaar gewaagd. De derby van vandaag had een duidelijke winnaar. Tja, een afgetekende overwinning. Ze speelden gewoon een stuk beter. En de verliezende partij baalt er natuurlijk stevig van. Maar ja, ze hebben helemaal niets om over te klagen.